Het is vandaag vrijdag 21 oktober. Op de avond van 21 oktober 1879 demonstreert Thomas Edison een nieuw gebruiksvoorwerp. Hij wist een al bestaand idee te perfectioneren en tot een commercieel succes te maken. Over welk voorwerp gaat dit? Stuur uw antwoord binnen 20 seconden via de app van Per Secondewijzer. Goedenavond, Per Secondewijzer, met straks alles of niets. 7640 euro of een klokje. In een vierde ronde tegenwoordige tijd. Nu eerst wetenschap. Goedenavond, ik ben Jason Doppenberg, 30 jaar oud. Ik woon in Leiden en ik ben promovendus in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hartelijk welkom. Waar promoveert u op? Kunt u dat proberen te omschrijven? Ik zal het proberen. Nou, ik probeer mensen met type 1 diabetes te helpen. Waardoor wij eilandjes van langerhans isoleren uit donoralvleesklieren. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar het komt erop neer dat diabetespatiënten uiteindelijk geholpen zouden moeten zijn met wat u aan het doen bent. Ja, dat klopt. Als ik met mijn onderzoek meer en beter eilandjes kan isoleren, dan kunnen wij meer mensen met type 1 diabetes helpen. Nou, dat lijkt me een heel goed streven. Succes. Ja. Speedy Gonzales was de snelste muis van Mexico. Speedy had ook een neef, Slowpoke Rodriguez, de traagste en sloomste muis van Mexico. Maar ze zijn niet meer te zien op Cartoon Network. Speedy Gonzales werd geschrapt omdat de andere mannelijke Mexicaanse muizen stevast worden voorgesteld als luie, alcoholverslaafde rokkenjagers. En dat kon echt niet meer. De vraag gaat over knaagdieren. Stekelvarken, chinchilla, capybara, bever, cavia, voerrat, huismuis, springmuis en de vliegende eekhoorn. Ja. Kent u ze? Ik ken een gedeelte. Die komen in het laboratorium wel eens voorbij, denk ik. Deze niet. Deze allemaal niet, denk ik. Oké. U gaat ze zien. Ik zeg niks. En u zegt wie u ziet. En u zegt stop aan het einde. Ja. Daar komt één. Springmuis. Twee. Huismuis. Drie. Vliegende eekhoorn. Vier. Stekelvarken. Vijf. Chinchilla. Zes. Dit is een bever. Zeven. Woelrat. Acht. Ja. Dit is een cavia. En negen. Dit is een capybara. En ik wil graag cavia met springmuis switchen. Stop. Knaagdieren openen het bal. Nou, dit was een lastige. Ik doe wel een joker. Eén joker. Een joker voor een knaagdier. Ja. Verder zijn ze ongevaarlijk. Ik heb nog nieuws over de cavia. Die staat vaak op het hoofdmenu op trouwfeesten in Peru. Ja, het is ongelooflijk. Ja. Ja, ik vind het een beetje zielig. Ik ken hem alleen maar als Sutalille. De cavia. Is goed. Twee. Wie kent hem niet? De huismuis. Goed. Dit is de vliegende eekhoorn, stekelvarken en dit is de woelrat. Ja. Met de joker is het goed, maar was de joker nodig? Want is dit een bever? Wel zeker. Dit is de bever. En dit is de springmuis. Nu is het echt fout. De chinchilla. En als laatste de capybara, het grootste knaagdier wat er is. Ja. U werd een beetje onzeker, omdat u niet zeker wist dat het allemaal goed was. Maar het was niet nodig, de joker. Maar wel nu vraag 2. Ja. Kent u het Peter Pan-syndroom? De leiders aan dit verder ongevaarlijke syndroom zijn doorgaans mannen. Hun afwijking? Ze blijven zich als jongens gedragen, ook al zijn ze de 40 allang gepasseerd. Denk maar eens aan Michael Jackson. Maar ook Mick Jagger is volgens sommigen een goed voorbeeld. Maar die piekert er niet over om zich te laten behandelen, terecht. Voor je het weet kom je terecht in de psychiatrie, maar daar gaat wel de vraag over. Over neurolepticum, Jan Bastiaans, beta-blokker, bredifrenie, dysforie, ambivalentie, Jan Voudraine, Pieter Baancentrum en het
Forensisch Psychiatrisch Centrum. Daar staat FPC voor Dr. S. van Mesdag. Omschrijvingen. Ja. 1. Medicijn dat het ritme van het hart verlaagt, ook gebruikt tegen nervositeit. Beta-blokker. 2. Zijn boek Wie is van Hout beschrijft een andere wijze van denken over psychische stoornissen. Jan Voudrin. 3. Tegengestelde gevoelens zijn tegelijkertijd aanwezig. Dysforie. 4. Psychiatrische observatiekliniek in Utrecht. Pieter Baan Centrum. 5. Voortdurende somberheid gaat soms gepaard met angst of rusteloosheid. Dat is dysforie waar ik net dysforie zei, ambivalentie. 6. Zenuwarts en hoogleraar behandelde concentratiekampsyndroom met LSD. Jan Bastiaans. Medicijn bedoeld om psychotische verschijnselen. Neuroleptikum. Kliniek voor TBS-patiënten in Groningen. Van Mesdag. Toestand waarin het denken van de patiënt moeizaam en traag verloopt. Bradyphrenie. Stop. De mix in de psychiatrie, zo heet deze vraag. Psychiatrie. Ik denk dat ik voldoende goed heb. Dat hopen we dan. Oh ja, zeker. Heb u nog beta-blokkers gebruikt? Nee. Gebruik ze niet. Nee. Nou, tot nu toe blijkt het ook niet nodig. Ja. Beta-blokker, dat was dus de eerste medicijn dat het ritme van het hart verlaagt. Ook gebruikt tegen nervositeit. Dan, Wie is van Hout? Het boek van Jan Voudrin uit 1971. Tegengestelde gevoelens, ambivalentie, goede verbetering. De psychiatrische observatiekliniek, het Pieter Baan Centrum in Utrecht, is ook goed. Voortdurende somberheid, dysforie. Zei u, dat moet een dysforie zijn en dat andere is dan ambivalentie en dat is allemaal goed. Dan de zenuwarts Jan Bastiaans. Het medicijn bedoeld om psychotische verschijnselen te verminderen, neuroleptikum. De forensische psychiatrische centrum van Mesdag in Groningen. En bradyphrenie, de toestand waarin het denken van de patiënt moeizaam en traag verloopt. Allemaal goed. De joker terug, vraag 3. In Reis naar de Maan liet schrijver Jules Verne zijn raket vertrekken in Florida op slechts 160 kilometer van de latere NASA-basis Cape Canaveral. In het boek komt de raket bij terugkeer neer op een door Jules Verne exact gegeven plek in de oceaan. En na de eerste echte maanreis, ruim 100 jaar later, landde de Apollo op 9 kilometer van deze plek. Het is echt ongelooflijk. Toekomstvisies, daar gaat deze vraag over. Over de toekomstvisies van Orwell, Huxley, Steiner, Herzl, Plato, Karl Marx, Thomas More, Bernard Mandeville en Jean-Jacques Rousseau. Oké. Okay. U krijgt ze te zien. Helpt dat? Nee. Oh, nou, dan ga ik iets over hen vertellen. Oké. Okay. 1. Humanist beschreef in zijn Utopia een fictief eiland waar het leven ideaal is. Thomas More. 2. In zijn De Staat komt onder andere de allegorie Plato. 3. Stelt in zijn De Wereld gaat aan deugd ten onder dat ondeugd juist de bron van algemene welzijn is. Rousseau. Schreef samen met Karl Marx. 5. Brave New World. George Orwell. 6. Pleit in Der Judenstaat voor een georganiseerd sionisme. Herzl. 7. Zijn toekomstroman 1984 schetst een totalitaire maatschappij. Huxley. 8. Zijn Emile of Over de opvoeding bepleit een opvoeding dicht bij de natuur tot een goed mens. Steiner. En grondlegger van de antroposofie. Jan Mandeville. Stop. We moeten 5 goed hebben, hè? Ja. Nou, dat is... Toekomstvisies. Poeh, een hele lastige. Ik moet toch weer een joker inzetten. Eenmaal. Oeh, dan hebben we nog 32 seconden voor 1 vraag. Maar ik hoop toch dat we straks kunnen roepen, we want more. En nu gaat het over Thomas More, over de eerste druk verschenen als in 1516 van Utopia. Over het eiland waar het leven ideaal is. Dat was goed. De Staat van Plato. De wereld gaat aan deugd ten onder. Niet van Rousseau, maar van Mandeville. Met een joker is het goed. Samen met Engels schreef hij het communistisch manifest Karl Marx. Die herkent u van de foto. Ja, die wel. En dan Brave New World van Huxley. Niet van Orwell, want we komen straks bij 1984. Eerst nog Der Judenstaat van Herzl. Die was goed, dus u heeft er 5 goed. 7. De toekomstroman 1984 van George Orwell. Fout. Emile of Over de opvoeding van Rousseau. En de grondlegger van de antroposofie, Steiner. Ja. Het was wel goed dat u een joker nam. Daar ben ik blij mee. Ja. Dan hebben we nog 32 seconden voor de laatste vraag. En die gaat over het weer.
Okay. Kijk naar de lijst. Straalstroom, thermiek, cumulus, mistral, front, exosfeer, troposfeer, pluviometer en anemometer. Okay. Klaar? Ja. 1. Scheidingsvlak tussen koude en warme luchtmassa's. Regenmeter. Pluviometer. 3. Buitenste laag van de dampkring. Troposfeer. 4. Opstijgende warme luchtbel. Thermiek. 5. Koude noordwestenwind die door het Rhonedal waait. Mistral. 6. Stapelwolk. Cumulus. 7. Windsnelheidsmeter. Dat is pluviometer, waar de eerste pluviometer staat, anemometer. Krachtige, meestal westelijke wind die waait op hoogte van 9 à 10 kilometer. Dat is de straalstroom. Laagste deel van de dampkring. Dat is troposfeer, waar ik net troposfeer zei, exosfeer. Stop. Oké. 1 seconde. U heeft de tijd goed gebruikt. Nou ja, goed weet ik niet, maar wel gebruikt. En we gaan kijken of het goed is. Tussen warm en koud, het front. Dat is goed. De regenmeter, dat is de pluviometer, dat zei u ook. Dat zou ik niet veranderd hebben. Maar ja, dat heb u gedaan, dan is die fout. Buitenste laag van de dampkring, de exosfeer. En de opstijgende warme luchtbel, thermiek. En die koude noordwestenwind in het Rhonedal, de mistral. Stapelwolk, cumulus. Gefeliciteerd. Dank u wel. Goed gegaan hoor. Anemometer, de windsnelheidsmeter, ja, die had u verwisseld. Dat is dus jammer. De krachtige, meestal westelijke wind, de straalstroom is goed. En die troposfeer, dat laagste deel van de dampkring, dat is ook goed. Dus er is eigenlijk niks aan de hand. En u eindigt met een joker. En u krijgt er de vorige keer een bij, dus dat zijn er al 2. En 65 euro. Dus een prachtige tweede ronde staat te wachten volgende week maandag. Voor we beginnen aan die vierde ronde, eerst het antwoord op de kijkersvraag. Gloeilamp. Edison demonstreerde die avond van de 21 oktober 1879 de gloeilamp. Hij zag het licht. De winnaar van het horloge staat nu op de website van Per Seconde Wijzer. Van harte. Murk Okkema uit Maarsen, werkzaam als testmanager in het betalingsverkeer. Welkom. Dank u. We gaan het helemaal meteen hebben over die vierde ronde die u toch gehaald heeft. Het was buitengewoon spannend gisteravond. Er waren er uiteindelijk genoeg goed, 7 goed namelijk, om nu die vierde ronde te spelen. En die gaat om 7.640 euro. Ja. 351 seconden, 10 jokers. We hebben 4 moeilijke vragen. Daar was ik al bang voor. Daar komen ze. Om te beginnen met de eerste. Veel succes. Franse revolutionair Jean-Paul Marat werd in 1793 doodgestoken toen hij in bad zat. Niet heel toevallig, want Marat bracht een groot deel van zijn leven in de badkuip door. Hij zocht daar verlichting voor een huidaandoening opgelopen in vochtige kelders en kasten, waar hij zich jarenlang moest verbergen voor zijn achtervolgers. Waar gaat de vraag nu over? Over kopstukken van revoluties. Yushchenko, Saakashvili, de Carvalho, Chavez, Che Guevara, Lech Walesa, Ortega, Dubček, Khomeini. U gaat ze tegenkomen op de foto. Ja. Die gaat u zien. Ik zeg niks. U moet ze herkennen van de foto. Ah, en, okay. Nou ja, en zo snel mogelijk. Veel succes. Dank u wel. Komt-ie. 1. Che Guevara. 2. Dubček. 3. Walesa. 4. Ortega. 5. Saakashvili. 6. Khomeini. 7. Chavez. 8. Yushchenko. En 9. Carvalho, stop de tijd. Kopstukken uit revoluties. Ik twijfel tussen de 2 die ik hem omgedraaid kan hebben. Welke? Carvalho, Ortega. Ja, ik denk dat ik voor de veiligheid 3 doe. 3 jokers. Ik denk dat ik daar de tijd voor heb. Ja, die eerste die komt overal nog voor, bij elke revolutie, maar ook waar geen revolutie is, als een soort symbool van verzet en protest. Che Guevara. Dit is het symbool van de Praagse lente. Hij overleed in 1992. De Praagse lente, de opstand van Tsjechoslowakije tegen de Russen, laat ik het heel kort samenvatten. Dubček. Oprichter van de onafhankelijke vakbond in Polen, Solidariteit, in 1980. Lech Walesa. De hoofd van het Sandinistische Nationale Bevrijdingsfront. En hij bevrijdde dus Nicaragua. En hij is nog steeds president. Althans, weer president moet je zeggen. Daniel Ortega. De oppositieleider tijdens de Rozenrevolutie in Georgië. Saakashvili. Ook goed. Dan verdreef de Shah. Toen kwam Khomeini.
Maar daar werd het land niet veel beter van. Maar dat vind ik dan, hè. Khomeini is goed. Dan de aanhanger van het zogenaamde bolivarisme. Van Simon Bolivar, de held uit Venezuela. En dit is de president van Venezuela geweest, Chavez. Hij riep op tot een oranje revolutie in 2004 in de Oekraïne. Yushchenko, die is ook goed. En de leider van de oranje revolutie in 1974, George Clooney. Hier vermomd als Otello de Carvalho. En het is allemaal goed. Ja, niks verwisseld. Ik onderschat mezelf. Ja, niet te vaak doen. Nee. Vraag 2. Ja, heel veel mensen verheugen zich nu al op het nieuwe kabinet volgend jaar en de vorming daarvan. En heel toepasselijk leek ons een vraag over 9 kabinetsvormen in Nederland. Over het meerderheidskabinet, minderheidskabinet, koninklijk kabinet, nationaal, romp, zaken, gedoog, demissionair, extra parlementair. Oké. Omschrijvingen. Ja. 1. Coalitie heeft minstens de helft plus 1 van het aantal zetels in de Tweede Kamer. Meerderheidskabinet. 2. Het hele kabinet neemt ontslag, mag alleen nog lopende zaken afhandelen. Demissionair kabinet. 3. Bekend voorbeeld is kabinet Rutte 1 met PVV die kabinet steunde, maar niet in de regering zat. Minderheidskabinet. Kabinet dat overblijft als 1 partij uit coalitie stapt. Rompkabinet. 5. Kabinet bestaat uit specialisten. Ministers zijn niet verbonden aan een politieke partij. Zakenkabinet. 6. Kabinet dat qua zetels nog niet eens de helft van het aantal zetels in de Tweede Kamer heeft. Gedoogkabinet. Alle partijen in parlement nemen zitting in kabinet. Nationaal kabinet. Fracties in de Tweede Kamer worden niet betrokken bij formerend kabinet. Extra parlementair kabinet. En 9. Regeringsprogramma in plaats van regeerakkoord ligt ten grondslag aan kabinet. Koninklijk kabinet. Ik wil minderheidskabinet en gedoogkabinet omdraaien. Stop de tijd. Dit is wel een goede wissel, denk ik ook. Ik zit te twijfelen. Leidieren. 2 jokers ga ik inzetten. 2 jokers. Dan zijn er nog 198 seconden over voor 2 vragen. Als er nu 9 kabinetten goed zijn, om te beginnen, de meerderheid van onze kabinetten waren meerderheidskabinetten. Er zijn mensen die dit leuk vinden. De coalitie heeft minstens de helft plus 1 van het aantal zetels in de Tweede Kamer. Meerderheidskabinet. Dan, alleen nog lopende zaken worden afgehandeld door een demissionair kabinet. Een bekend voorbeeld is kabinet Rutte 1 met de PVV die kabinet steunde, maar niet in de regering zat. Het was een meerderheidskabinet, maar het was een gedoogkabinet. Dan het rompkabinet. Kabinet dat overblijft als 1 partij eruit stapt. Dat is ook goed. Dan, ministers zijn niet verbonden aan een politieke partij in een zakenkabinet. En nog niet de helft van het aantal zetels in de Tweede Kamer. Dan is er sprake van een minderheidskabinet. Alle partijen zitten erin in een nationaal kabinet. Fracties in de Tweede Kamer worden niet betrokken bij het formeren van een kabinet als de koning het doet. Dat kan niet meer hoor, maar dan heet het een koninklijk kabinet. En dan hebben we ook nog een extra parlementair kabinet. Die 2 had u verwisseld, maar met 2 jokers is het goed. Vraag 3. In de film Thank You for Smoking vraagt een zoontje aan zijn vader waarom de Amerikaanse regering de beste regering ter wereld is. Waarop de vader antwoordt, wat een onzin. De Amerikaanse regering is misschien de meest vermakelijke, maar zeker niet de beste. Nou, vermakelijk is die Amerikaanse politiek af en toe wel in elk geval, zeker deze dagen. 9 speelfilms, want laten we ons daarop concentreren. 9 speelfilms over politiek. 13 Days, Suffragette, Lincoln, Selma, JFK, Evita, La Conquête, The Iron Lady en Mandela, The Long Walk to Freedom. Foto's uit de film. Ah. Ik denk dat het genoeg is. Ik hou omschrijvingen achter de hand. Oké. Okay. 1. Iron Lady. 2. JFK. 3. Evita. 4. Film over Nicolas Sarkozy en de strijd om... La Conquête. 5. 13 Days. 6. Suffragette. 7. Selma. 8. Mandela. 9. Lincoln, stop de tijd. Ik vermoed dat ze allemaal goed zijn. U deed in een tempo alsof u ze allemaal gezien had. Dat niet. Helaas had ik die parodierende films, heb ik helaas meer van gezien. Moet ik tot mijn schaamte herkennen. Dat is weer van eerder deze week. Ja. Ja, ze zijn alle goed. We gaan geen jokers inzetten.
Ik zeg weer niks. Meryl Streep kreeg een Golden Globe en Oscar voor de rol van de Iron Lady, Margaret Thatcher. 2012 is de film. Is goed. De film van Oliver Stone over de moord op JFK. Over Kennedy, de Amerikaanse president. Dat is goed. Dan Madonna speelt Evita. La Conquête, een film over Sarkozy en de strijd om zijn eerste presidentschap. Dat is goed. Cuba-crisis, 13 Days. Suffragette, de film over vrouwenrechten in Groot-Brittannië, begin 20e eeuw. Is goed. De film over de protestmarsen van Martin Luther King in 1965. De film uit 2014, Selma, is goed. Mandela, Long Walk to Freedom. Idris Elba speelt de titelrol, ook goed. En van Steven Spielberg is de film Lincoln. Ja, het is inderdaad allemaal goed. Dat had u goed gezien. Dan is er nog maar één vraag en dan heeft u 7640 euro. Het begint er wel heel erg goed uit te zien nu. Wij komen pas kijken, maar tenslotte komt u ook pas kijken. Dat zei omroepster Jeanne Roos toen bij een cameraovergang iets falikant in de soep liep. Journaliste Jeanne Roos was uitgekozen om de eerste televisieuitzending in Nederland te presenteren. En dat was op 2 oktober 1951. Nou, dat was een paar weken geleden. Er is veel daarover voorbij gekomen. Dus wij dachten, nu kunnen wij wel een vraag stellen met 9 jaartallen... met memorabele momenten uit de Nederlandse televisiegeschiedenis. Daar staan de jaartallen 52, 62, 67, 73, 81, 88, 97, 2004 en 2014. Ik ben blij dat ik net geen jokers heb genomen. Nee, hoe staat u ervoor? 173 seconden, 8 jokers achter de hand. Mijn eerste vraag. Ja. Daar komt hij. 1. Eerste uitzending van immense populaire sitcom Zeg eens A. 81. Twee, Nederland 1, 2 en 3 wijzigen hun namen in NPO 1, 2 en 3. 97. De geldinzamelingsactie Open het Dorp is de eerste grote benefietshow op de televisie. 67. De VPRO start met de eerste uitzending van Zomergasten. 88. Jongerenomroep BNN met Bart de Graaf gaat van start. Dat is 97, waar ik eerder 97 zijn, is 2004. De eerste bloot is op de Nederlandse televisie te zien in het televisieprogramma Hoepla. 73. Voor het eerst is een oudejaarsconferentie van Wim Kan op de televisie bij de VARA. Dat is denk ik 73. Welke is 73 geweest? 62. Sinterklaas wordt voor het eerst op de Nederlandse televisie ontvangen tijdens de intocht in Amsterdam. 52. En Negen Loekie de Leeuw verschijnt voor het laatst in de reclame. 2014, stop de tijd. Ja, Bert van der Veer heeft het allemaal uitgelegd. Ik ga toch zoveel mogelijk jokers nodig hebben, verwacht ik. Nou, ze zijn hierna niks meer waard, althans. Op Marktplaats staan ze wel eens te koop. Nou, met 7 jokers hoop ik dat het goed gaat. Moeten er toch wel 2 goed zijn, hè? Laten we daarvan uitgaan. Ja. Weet u nog hoe die dokter heette van Zeg eens A? Van de Ploeg. Lidi van de Ploeg. Ja. Dokter Lidi is voor het eerst bij de bevalling van een bewust ongehuwde moeder in de eerste aflevering van Zeg eens A, ja. Toen liep de VARA voorop in de sitcom Zeg eens A. 1 januari 81, eerste uitzending. Nederland 1, 2 en 3 wijzigen hun namen in NPO 1, 2 en 3. Ja, dat gebeurde recent, in 2014. Daar zijn we enorm mee veel opgeschoten. Is goed. 3, de geldinzamelingsactie Open het Dorp. Dat was op de avond, in de nacht, in de dag, 26 en 27 november 62. Hey. Dat is joker 2. De VPRO start met Peter van Ingen als presentator. De eerste uitzending van Zomergasten op 3 juli 1988. En dat is goed. En de gast was Pierre Janssen. En wij kunnen u van harte feliciteren. Dank met u wel. Dat prachtige bedrag. En wij feliciteren heel Nederland met 65 jaar televisie, waar we nog even naar kijken. Naar BNN, opgericht op 15 augustus 1997. Althans, voor het eerst toen in het bestel. Dan Bloot, 1967, 9 oktober om precies te zijn. De eerste oudejaarsconferentie, een begin van een traditie. 31 december 1973 met Wim Kan. Sinterklaas, die werd al sinds 1934 ontvangen in Amsterdam ook. Maar de eerste intocht onder leiding van Mies Bouwman. 22 november 1952. En ze heeft dat heel lang gedaan. En nu komt hij aan in Maassluis met de nieuwe Mies, met Diewertje Blok natuurlijk. En Loekie de Leeuw verschijnt voor het laatst in de reclameblokken in 2004. Ja, ik zeg het er allemaal dat even is bij, het is allemaal niet meer belangrijk. Geweldig. Dank u wel. Ja, het is goed gegaan.
Ja, ik zat nog even in de piepzak met deze laatste vraag. Is ook niet zo, makkelijk. Heel goed gedaan. Geniet van het succes. Ga ik doen. Misschien is het een aanmoediging om u te melden voor 2 voor 12, wou ik gaan zeggen. Maar ik wou zeggen, hiernaast 2 voor 12, daar kunnen ze ook voor melden. Maar voor per seconde wijzer hebben we altijd spelers nodig. En vooral vrouwen wordt aangemoedigd om zich bij ons aan te sluiten. U kunt er het hele weekend over nadenken. Maandag zijn we er weer. Tot dan.